2. Aan het werk. Onze welvaart is voor een groot deel afhankelijk van de Europese Unie. Als het goed gaat met Europa, gaat het goed met Nederland. En omgekeerd, als het slecht gaat met Europa, heeft dat negatieve gevolgen voor Nederland. Juist voor een handelsland als Nederland levert Europa enorm veel banen op, door de invoer en uitvoer via de Rotterdamse haven of via Schiphol. Door onze hoogwaardige kennisinstituten en dienstverleners, en dankzij de vele hardwerkende kleine ondernemers die in een keur van sectoren hun kansen grijpen op de Europese markt. Maar onze open economie is ook kwetsbaar voor tegenslag in de ons omringende landen. De landen in het zuiden van Europa zijn het hardst geraakt, maar ook in Nederland is de werkloosheid sneller opgelopen dan verwacht. Aan het verlies van werk gaat maar al te vaak het faillissement van een onderneming vooraf, omdat de vraag wegvalt of omdat het steeds moeilijker is om krediet te krijgen. De economische crisis van de afgelopen jaren laat zich het meest direct voelen als iemand zijn of haar baan verliest. Vooral de jeugdwerkloosheid is dramatisch gestegen. Voor 50-plussers is het juist extra moeilijk om weer aan het werk te komen. Voor al die werknemers en ondernemers is het van het grootste belang dat Europa weer gaat werken. We moeten werken aan een toekomstbestendige economie, met kansen voor ondernemers, met werk in de sectoren waar Europa het verschil kan maken ten opzichte van de rest van de wereld: de hoogwaardige maakindustrie, duurzame technologie en een sterke dienstensector, met een eerlijke arbeidsmarkt in Europa. Waar bedrijven elkaar niet kapot hoeven te concurreren op de laagste loonkosten, maar juist door samenwerking verder komen. Uitgekiende kruisbestuiving tussen bedrijven en kennisinstellingen leidt tot betere resultaten dan blinde concurrentie. Dat model verdient navolging in de rest van ons continent. Hoewel het stimuleren van ondernemerschap, werkgelegenheid en de inrichting van het arbeidsmarktbeleid. Bij uitstek verantwoordelijkheden van de lidstaten zijn, is er ook een rol voor de EU weggelegd. Door werkgelegenheid altijd centraal te stellen, door gericht te investeren in innovatie en ondernemerschap en door te kiezen voor samenwerking en een duurzame toekomst. Werk Centraal het terugdringen van de soms torenhoge werkloosheid, jeugdwerkloosheid in sommige Europese landen, is onze meest urgente opdracht. Het streven naar een hoog niveau van werkgelegenheid, zoals dat ook in het verdrag opgenomen is, moet nu een centrale plek krijgen in het volledige EU-beleid. Een duidelijk voorbeeld waar dat nu onvoldoende het geval is, is de Europese Centrale Bank, de ECB. Door het eenzijdige mandaat van de ECB op prijsstabiliteit kan ze nu niet goed reageren op het probleem van grote werkloosheid in tijden dat het economisch minder gaat. Ook binnen de afspraken die voor de eurolanden gelden, moet meer ruimte komen zodat landen steviger kunnen inzetten op de bestrijding van werkloosheid. Zie hoofdstuk 1. We willen het mandaat van de ECB uitbreiden met een werkgelegenheidsdoelstelling. De P van de A in het Europees Parlement zal zich inzetten voor versterking van de Europese vakbeweging en ondernemingsraden, en zij zal de Europese vakbeweging helpen om te voorkomen dat Europese werkgevers oneigenlijk gebruik maken van Europese werknemers. Een citaat van de P van de A afdeling Genève. De ECB moet naast inflatiebestrijding ook werkgelegenheid als doelstelling hebben. Zoals de vet dat heeft. Bestrijden van jeugdwerkloosheid. In Spanje en Griekenland is inmiddels de helft van de jongeren werkloos. Ook in Nederland is de jeugdwerkloosheid zorgwekkend toegenomen. In totaal zijn in de eurozone zo'n 20 miljoen mensen op zoek naar een baan, waaronder veel jongeren. De huidige omvang van de jeugdwerkloosheid heeft bovendien grote sociale en al dan niet psychische gezondheidsrisico's. Vooral in het zuiden heeft men steeds minder vertrouwen in de democratie, omdat er geen perspectief op vooruitgang lijkt. Radicalisme ligt op de loer. Het risico op een verloren generatie is uitgegroeid tot een Europees probleem waarvoor een gecoördineerde aanpak is vereist. Dankzij een initiatief van de Europese Sociaaldemocraten in 2013 wordt nu in heel Europa het Europese Jeugdwerkgarantieplan uitgevoerd. In het plan staat dat lidstaten binnen vier maanden nadat een jongere tot 25 jaar werkloos is geworden of klaar is met onderwijs, een baan, stage of leerplek moeten aanbieden. Hiervoor wordt 6 miljard euro vanuit Europese fondsen bijgedragen. Maar er moet meer gebeuren. De P. Van de A. vindt dat de deelnameleeftijd in het Jeugdwerkgarantieplan verhoogd moet worden van 25 naar 27 jaar. Juist in deze leeftijdscategorie is de werkloosheid erg hoog. De P. Van de A. wil de bijdrage aan het Jeugdwerkgarantieplan uit de Europese begroting substantieel verhogen. De P. Van de A. wil ook dat meer fondsen van de Europese Investeringsbank Specifiek en meetbaar worden verbonden aan het creëren van banen of leerwerkplekken voor jonge mensen. De huidige Europese vacaturebank volstaat niet. De P van de A wil dat er op Europees niveau het initiatief komt om afspraken tussen lidstaten te maken, zodat mismatches tussen vraag en aanbod verholpen kunnen worden. Een tekort aan bijvoorbeeld technisch geschoold personeel in het ene land, kan verholpen worden door een overschot in het andere. Om de aanpak van jeugdwerkloosheid op de agenda te houden, pleiten we voor een jaarlijkse top van Europese regeringsleiders. In de tussentijd wisselen Europese landen hun beste voorbeelden van effectieve aanpak met elkaar uit, bijvoorbeeld om de aansluiting van onderwijs, beroepsonderwijs naar werk te verbeteren. Investeren in ondernemerschap en innovatie. De belangrijkste financiële instrumenten die de EU tot haar beschikking heeft om de Europese economieën een impuls te geven, zijn de Europese begroting en de Europese investeringsbank EIB. De onderhandelingen over de nieuwe EU-begroting 2014 tot 2020 zijn onlangs afgerond. Nog altijd gaat een groot deel van de begroting van bijna 1000 miljard euro naar oud beleid, zoals landbouwsubsidies. De PVDA vindt het een gemiste kans en meent dat dit geld veel gerichter ingezet kan worden op zaken die economische groei en werkgelegenheid opleveren: zoals onderzoek, innovatie, duurzaamheid en ondernemerschap. Ook zouden structuurfondsen alleen naar landen. Regio's en mensen, bijvoorbeeld via voedselbanken, moeten gaan die ondersteuning vanuit Europa echt nodig hebben. Wij gaan ons inzetten voor het moderniseren van de Europese begroting voor duurzame werkgelegenheid tijdens de tussentijdse evaluatie en het Nederlandse voorzitterschap in 2016. De Europese investeringsbank heeft als taak om met gerichte financiering projecten mogelijk te maken. Die de economische groei stimuleren. Maar nu investeert de EIB niet genoeg in het midden- en kleinbedrijf, terwijl juist daar de banen zitten. De EIB moet de motor worden van jong ondernemerschap en het midden- en kleinbedrijf MKB. Er moet meer risicobereidheid zijn bij het verschaffen van krediet aan ondernemers. Ervaring laat zien dat deze investeringen een vliegwiel effect hebben. Met meer lef kunnen er veel extra banen gecreëerd worden. Daarbij zou de EIB zich vooral moeten richten op landen en gebieden waar de kredietmarkt niet goed werkt of de werkloosheid hoog is. De Europese begroting moet verder gemoderniseerd worden, zodat fondsen beter ingezet worden op zaken die groei en banen opleveren. De Budget Review in 2015. En het Nederlandse EU-voorzitterschap in 2016 bieden hiertoe mogelijkheden. De controle op de correcte besteding van Europese uitgaven wordt versterkt. Landen worden verplicht een lidstaatverklaring te overleggen met een verantwoording van besteden gelden. Bij fraude of onvoldoende verantwoording worden ze gekort op hun fondsen. De doelmatige en efficiënte besteding verdient verbetering. Er komt overleg met subsidieverstrekkers en afnemers om na te gaan welke regels optimale besteding van Europese subsidie in de weg staan en welke regels deelname aan Europese subsidieprogramma's onaantrekkelijk maken. Landen worden verplicht een lidstaatverklaring te overleggen met een verantwoording van besteden gelden. Bij fraude of onvoldoende verantwoording worden ze gekort op hun fondsen. Het kapitaal waarover de EIB kan beschikken wordt verdubbeld. Dankzij een multiplier effect kan met een relatief kleine publieke bijdrage een grote toename van investeringen gerealiseerd worden. Extra fondsen worden vooral ingezet in landen en regio's waar de werkloosheid, jeugdwerkloosheid, hoog is. Het is belangrijk dat ondernemers in Europa echt de mogelijkheid krijgen om te ondernemen. Overbodige Europese regelgeving pakken we aan. Wij vragen de Europese Commissie een crowdsource project op te zetten. MKB'ers, ondernemers kunnen aangeven welke regels hen het meest in de weg zitten. Waar mogelijk worden regels aangepast, waar dat niet kan, wordt uitgelegd waarom niet. De maakindustrie in Europa heeft weer toekomst als we deze kunnen richten op duurzame vernieuwing. Cleantech en ook de recycle-industrie, het gebruiken van oude producten om hoogwaardige nieuwe producten te maken, levert werk op op alle niveaus. Een citaat van Herman van der Plas: Een Europees industriebeleid nieuwe stijl, gericht op het stimuleren van een kringloop-economie, kan leiden tot nieuwe Europese maakindustrie. Tegen uitbuiting voor goed werk en eerlijke concurrentie. Het vrije verkeer van werknemers binnen de EU heeft voor veel mensen voordelen. Het is van belang voor onze economieën, vooral voor het segment van de hoogopgeleide beroepen, waar zich contouren van een Europese arbeidsmarkt beginnen af te tekenen. Daar komt bij dat het vrije verkeer terecht wordt gezien als een van de pijlers van het Europese ideaal, een pijler die ons veel waard is. Maar tegelijkertijd mogen we onze ogen niet sluiten voor de schaduwzijde van het vrije verkeer van werknemers. De impact die plotselinge, omvangrijke arbeidsmigratie heeft op wijken in onze grote steden en in plattelandsgemeenten, moet niet onderschat worden. Als we niet oppassen, wordt het vrije verkeer een hebbedingetje van hoogopgeleide professionals en tegelijkertijd een last voor andere delen van de samenleving. Via ingenieuze constructies werken soms mensen uit vooral Midden- en Oost-Europa voor een appel en een ei in ons land, terwijl er tegelijkertijd constructies worden bedacht om Nederlandse werknemers onder de werking van een Nederlandse CAO weg te halen door hun dienstverband te verplaatsen naar een brievenbusmaatschappij in een lidstaat die werknemers minder bescherming biedt, met alle gevolgen van dien. Gevolgen voor henzelf en gevolgen voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Terwijl Nederlandse werknemers uit de markt geprijsd worden, worden hun collega's uit armere EU-landen soms uitgebuit door werkgevers. Nog te vaak krijgen werknemers te weinig betaald, moeten ze te lang werken en betalen ze te veel huur voor belabberde onderkomens. Niet alleen werknemers, maar ook goede en eerlijke werkgevers zijn hiervan de dupe. Zij worden op oneigenlijke wijze beconcureerd door werkgevers die een loopje nemen met de regels en het fatsoen. Ter bescherming van werknemers en goede werkgevers moet hier snel een einde aankomen. Dat betekent ook dat lidstaten meer ruimte moeten krijgen om foute bedrijven en werkgevers aan te pakken. Daarnaast geldt dat we soms een pas op de plaats moeten maken als het gaat om het vrije verkeer van werknemers. Zolang lidstaten onvoldoende in staat zijn om in onderlinge samenwerking gelijk loon voor gelijk werk te garanderen. Om oneerlijke concurrentie tegen te gaan, moet er in Europa een gelijk speelveld, een level playing field, voor alle bedrijven komen. Dat gelijke speelveld richt zich op eerlijke en duurzame eisen en prijzen voor factoren als arbeid, grond, energie grondstoffen en belastingen. We gaan gelijk werk voor gelijk loon waarborgen door de diensten- en detacheringsrichtlijn aan te passen. Daardoor gaan werknemers altijd tegen de arbeidsvoorwaarden werken die in het gastland gelden. We pakken ook constructies aan waarbij bedrijven, uitzenders en detacheringsbedrijven bewust verplichte huisvesting bieden, waarbij sprake is van exorbitante huren of slechte woonomstandigheden. We pakken schijnconstructies omtrent zelfstandigen aan. We maken op Europees niveau afspraken over een definitie van wat zelfstandigen zijn. Het kan niet zo zijn dat werknemers door hun baas gedwongen worden zelfstandig te worden en zo hun sociale rechten en bescherming verliezen. We gaan de strijd aan met bedrijven die middels ingewikkelde constructies voor een dubbeltje op de eerste rang willen zetten. We accepteren niet dat mensen in Nederland uitgebuit worden en dat tegelijkertijd sociale wetgeving wordt overtreden en ondermijnd. We gaan bedrijven die werknemers uitbuiten door geen of te weinig sociale bescherming of te laag loon meer dan nu aansprakelijk stellen. Hiertoe worden bedrijven ook verantwoordelijk voor de behandeling van werknemers door de bedrijven aan wie ze werk uitbesteden. De integratie en inburgering van werknemers uit andere lidstaten moet meer aandacht krijgen. Waar Europese regels dit belemmeren, pleiten we ervoor dat deze worden aangepast. Om regels beter te kunnen handhaven, dient de arbeidsinspectie in Europees verband beter samen te werken en meer informatie uit te wisselen. Er komen bindende afspraken als het gaat om de intensiteit en kwaliteit van arbeidsinspecties in de lidstaten. Ook in Nederland moet op dat terrein nog een flinke slag gemaakt worden, onder meer door het uitbreiden van de capaciteit en het verstevigen van de bevoegdheden van de arbeidsinspectie. Op Europees niveau zal een regeling voor klokkenluiders moeten worden gemaakt, die ertoe dient werknemers te beschermen die misstanden aan het licht brengen. Voor toekomstige toetreders tot de EU. Wordt het openstellen van de grenzen voor werknemers op een andere manier vormgegeven dan de huidige, nogal willekeurige, maximale overgangstermijn van zeven jaar? Pas wanneer een lidstaat voldoet aan bovengenoemde regels, in staat is adequaat toezicht te houden op de arbeidsmarkt en op basis van transparante informatie samen kan werken met instanties hier in Nederland, geldt het vrij verkeer van werknemers. Dit kan betekenen dat de overgangstermijn soms korter, maar soms ook langer uitvalt dan de huidige regeling. Beperken van onzekerheid op werk en/of inkomen door het begrenzen van het doorrollen van tijdelijke arbeidscontracten in de EU door vastlegging in een Europese richtlijn. Een citaat van Bob van Schuilenburg. In de EU: Zelfde arbeidsrechten en arbeidsplichten voor werknemers en voor werkgevers. EU: Arbeidsinspectie voor handhaving en hulp.